Als ik op de fiets zit, dan vergeet ik alles. Soms denk je van alles, soms denk je helemaal niks. En dat is net het fijne eraan. En je komt ook op plaatsen waar je eigenlijk misschien normaal niet komt. En zelfs komt je dan op het moment als je dan echt helemaal van boven zit. Je zit dan wel aan het afzien op de fiets, maar ook tegelijkertijd aan het genieten. En op die moment is er ook niets anders dan de setting waar je op die moment in bevindt. En dan is het kopje leeg, zeggen wij. En dat gevoel is wel fijn. Alles loslaten. Je beseft dat en ook aan je voeten en ook. En dat is gewoon een heel aangenaam gevoel. Dat is gewoon soms echt gratis therapie. Hij droeg aan het begin van deze eeuw het Ajax-shirt en speelde in Amsterdam met spelers als Zlatan, Kivu en Van der Vaart. De Belg kwam tot 33 wedstrijden voor Ajax en speelde onder meer de kwartfinale van de Champions League tegen Milan. Oh, daar ben ik. Godverdomme, ja. Wat denk je als je dit al zo ziet? Genieten. Dan denk ik ook van wauw. Het leven gaat snel, maar dankbaar wel. Ik zal bij mij altijd een club zijn waar ik als voetballer, als mens, het meest geleerd heb, denk ik, van allemaal. Ik weet niet wat het ermee te maken heeft, maar ik denk in het algemeen verstaan wij goed met Nederlanders. En dan is er nog een verschil in Nederlanders. Dat zeggen de Nederlanders altijd tegen mij, mensen van Brabant, mensen van Amsterdam. Maar ik heb het voor de Amsterdamse mentaliteit en het recht toe, recht aan, arrogante. Mentaliteit noemen ze dan, maar dat is niet arrogant te maken. Maar geef mij liever dat dan rond de pot gedraaien, om het zo te zeggen. In het begin had ik het super moeilijk. De eerste maanden, ik wou gewoon eigenlijk terug gewoon naar België. Dat was al goed voor mij, gewoon thuis met de familie. Ik kwam uit een heel klein stadje in België, in Vlaanderen, in Lokeren. En dan helemaal alleen naar het grote Amsterdam. Eerste keer alleen wonen, het appartementje. Diemen Zuid, ja. Samen met Zlatan. Was hij je buurjongen? Buurjongen niet, maar Diemen Zuid heb ik niet super lang gewoond. Ik denk dat de eerste 3-4 maand was. En dan had ik zelf mijn huisje gewoon in Amstelveen. Een rustige buurt. Hele lieve oudere buurvrouw van Suriname. Wat misschien niet goed was voor mijn voetbalstuk, want die hing iedere keer van die typische desserts van daar aan mijn deur. Dat was zo. Frituurde bananen, ik weet niet wat allemaal was. Dat is lang geleden, maar die dingen. Heel lieve vrouw. Maar ik woon er ook super graag. En ik weet nog toen ik vertrok bij Ajax, dat mijn assistentcoach Ruud Krol, waar ik eigenlijk wel een heel goede band mee had, die zei van, ja, maar jij is geen Belg meer. Jij is een halve Amsterdammer. Dus nu als ik erop terugkijk, die bijna 3 jaar, 2,5 jaar, heb ik weer ontzettend veel geleerd. De laatste jaren is Van Damme druk met een andere passie, wielrennen. Hij rijdt flinke afstanden, hoge snelheden en serieuze wedstrijden. De oud-verdediger is een typische hardrijder met een diep gewortelde liefde voor de koers. Als ik een beetje op terugkijk, bij mij in de familie altijd de twee sporten zijn geweest die aanwezig waren. Wielrennen en voetbal. En op het moment dat ik stop met mijn voetballen zelf, dan heb ik dat is het eerste wat ik gedaan heb, denk ik, een fiets gekocht. Terug beginnen fietsen en momenteel is dat een beetje, ik noem het altijd, uit de hand gelopen hobby. Ik ben dan denk ik 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden wedstrijdjes beginnen doen. En ik wil dan ook niet zomaar meer rijden om mee te rijden. En je wilt dan ook wel meedoen van voor, laat ik dat ze bij ons zeggen. Maar ik heb weken gehad dat je 400-500 kilometer in de week fietst. Dus dan, dat is makkelijk 4-5 dagen op 7. Vorig jaar ook aangesloten bij een ploegje hier in de buurt. Waar ik momenteel ook sponsor met mijn agency. Maar wat fijn is, ze zijn ondertussen ook allemaal vrienden geworden. En dat zijn ook allemaal de jongens die eigenlijk al heel hun leven fietsen en nog op een ander niveau fietsen. Wat ik nu zelf ook doe. En ja, dat zijn eigenlijk de gemiddeldes wat de profs trappen. 3, 4, 45 gemiddeld. Ik rij wel minder kilometers natuurlijk, maar toch, ik zeg het, dat is al geen hobby niet meer. Hè. Nee. Er zijn zoveel dingen dat mij bijbleven. Er was een bepaalde dag dat we alleen maar broodje kroket kregen en zo. Aaron Winter, die mocht ik soms zijn Porsche gebruiken om naar België te rijden.
Tja, ik was jong, 19 jaar. Ja. Dus ja, dan was dat wel zo van, oké, wauw. De coach kwam ook altijd na het eten tussen de spelers staan en die sloot ook altijd af met pak je rust. En die wist ook al dat als er iets gebeurde in het centrum of jongens die op stap gingen of weet ik veel wat, dingen die ernaast staan, jij ook, pak je rust. Dus dan wist je van, ja, tegen mij heeft hij dat één keer gezegd. Ja. En ik zit van, ah, fuck, ze weten alles. niet meer gedaan. Nee. Ik heb een paar vrienden die profielrenners zijn. En kun je zijn naam benoemen? Ja, Greg van Auermaat, denk ik. Die jullie ook wel allemaal zullen kennen. Ik heb vroeger altijd gevoetbald ook. Uiteindelijk toch de keuze gemaakt voor fietsen. Ja, Mathieu heb ik nog gezien in Spanje dit jaar. Ja, Olivier Naassen, ook al een paar keer mee gaan fietsen. Zijn broer niet de meeste renners? Zijn broer ook. Nee, hij is ook gewoon goede normale jongens en die leven voor een vak. En wat ik wel gemerkt heb is, er is altijd dat wederzijds respect. Ik denk dat dat ook vooral komt omdat je allebei beseft van wat je ervoor moet doen en wat je er soms voor moet laten. Het grappige is dat ik soms wel, wat ik zelf niet snap natuurlijk, maar in het peloton tijdens een race, dat ze tegen mij beginnen babbelen over voetbal. Dan heb ik zoiets van wie ik ben, van ja, laat mij gewoon met rust. Ik ben aan het fietsen, ik ben aan het afzien, ik ben nog niet aan het afzien. Ik ben aan het focussen, ik ben geconcentreerd. Ik heb al langs nog iemand gehad, dat was tijdens een race. En hij wou dat ik een gat dichtrijd. Maar ik wou niet op die moment, omdat een ploegmaat van mij mee van voor zat. Dus ik heb zoiets van, ja, ik blijf zitten. Toen was hij kwaad. En dan, 2 minuten later kwam hij naast mij rijden. En was hij helemaal anders van, hé, maar ja, jij bent toch, dat is altijd de vraag, jij bent toch die voetballer, ik zei, geweest. Ik zeg, met pensioen. Ja, Van Damme, ja, chapeau, goed, sterk. En dacht ik van, ja, ik denk dan van, omdat ik in die wedstrijd zit, in die race zit, van, ja, zwijg gewoon. Bijvoorbeeld was ik, gelijk dat ze zeggen in Amsterdam, een mannetje. En ik ging het randje ook vaak opzoeken. Ik was ook een klootzak, om het zo te zeggen, tegenover de scheidsrechters. Tegenover tegenstanders. Ik wist perfect van tegen die moet ik dat zeggen. Of ik weet wie dat ik er moest gaan uitzoeken om in een kopje te geraken. Maar ik had dat ook nodig om goed te zijn. Maar dan daarnaast was ik. Ik zeg niet dat ik introvert ben, dat is een groot woord. Ik ben sowieso een sociaal iemand. Gelijk nu, als we hier binnenkomen, we zitten nu in het midden van die zaal. Maar moest ik hier alleen komen, ik zou altijd in een hoekje kunnen kiezen. Je valt niet graag op. Rustig, nee. Op de achtergrond. Ja. We zijn er net ook in dingen gepasseerd, koffiehuis, dat stamp vol. Dan denk ik van, ik ga gewoon doorrijden. Daar gaan we niet zitten, met, zeker niet met een camera, want dan ben ik niet op mijn gemak. Als je nou nooit voetballer was geweest, had je dan een aantal Tour de France etappes misschien wel achter je naam? Ik weet het niet. Daar zal ik me niet over uitspreken, maar dat zullen we ook nooit niet weten. Ik bedoel, ik weet eigenlijk wel op een bepaald moment toen ik 14 jaar was, even stop met voetballen. Toen ben ik echt wel effectief een jaar gaan wielrennen. Ik denk uiteindelijk, ik zei we zullen het nooit niet weten, maar uiteindelijk toch terug beginnen met voetballen. Dus, maar ik denk wel, moest ik een wielrenner geworden zijn, ik zou een hele goede knecht geweest zijn. En dat is een rol wat me ligt. En waar ik ook van kan genieten en voldoening uit kan halen. Ik had naar mijn gevoel, naar mijn mening, de speler die ik was, de leeftijd die ik had, waar ik vandaan kwam, speelde ik genoeg. Ik was er ook altijd bij, ik was ook iedere keer op de bank. Ik viel soms in. Ik had op een bepaald moment denk ik meer kans om te spelen in de Champions League dan in de competitie, omdat ik in de Champions League altijd iets anders speelde en voetbalde. Plus ik had Max wel ook voor mij. De enige speler in heel mijn carrière, in alle clubs waar ik gespeeld heb, waar ik zelf zoiets van had van, die jongen is beter dan mij. Dus, die kan gerust op de bank zitten. Enige speler. Als je ziet naar die ploeg, ja, ik denk 90% van die ploeg zijn allemaal internationale toppers geworden. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar je beseft dat pas als andere mensen je erover aanspreken. Oké, dat heeft wel iets betekend.
En daar kan ik best wel fier op zijn. En nu ook met mijn zoon, die voetbalt zelf en die wordt ouder en ouder. Die is zelf ook meer en meer met voetbal bezig. En wat fijn is om te horen en te beseffen en te voelen dat hij nu de laatste jaren pas beseft van ja, mijn papa heeft wel een ferme carrière gehad. Of die kon wel een stukje voetballen. Ja. Hé, papa, ja, dat is niet slecht, hè? Zo, weet je, zo Vlaams gezegd. Daarmee dankbaar vooral ook. Ja, dankbaar. Ja.